zo'n vlogje. Even kijken, want ik ben nu druk aan het koken. Even kijken of dat lukt allemaal op deze manier, ja. Zo, daar gaat dan mijn kabeljauwhaas gaat erin. Als je daar toch eventjes in kijkt, dat is toch wel eventjes een heerlijk lekker prutje. Ja, ik moet zeggen, en iedereen vraagt zich natuurlijk af, hoe kan die gaan nog 5 kilo afvallen in 3 maanden? 3 weken, neem die kabeljauw. 3 kilo afvallen in 3 weken. Dat komt eventjes omdat hij heel verstandig eet. Zo, even kijken of de witlof al klaar is. En dat wordt natuurlijk heerlijk. Appeltje hap ham. Kijk eens eventjes. Zo, ja. Zo, dan zie je gelijk eventjes dat mijn iPhone ook nog niet helemaal bestand is tegen snelle temperatuurswisselingen. Ik ga zo lekker eten. Lekker gekookt. Het hondje ligt hier. Ik sta hier lekker in de keuken. Het is heel gezellig. En nou, misschien als ik een duimpje krijg, dan doe ik het nog een keer. En dan ga ik echt gewoon de heerlijke recepten ga ik verkondigen. Lekker watertje erbij. En zo, ik heb het eten al klaar. Ja, dat duurt, ik denk een kleine 15 minuten. En kijk eens even wat ik hier klaargemaakt heb. Wat heb ik hier klaargemaakt? Wat heet dat? Kijk eens eventjes. Witlof. Kabeljauwhaasje. Roosevelt aardappeltjes. Een beetje sambal erbij, een beetje mosterd erbij. Natuurlijk zonder botersaus. Zo val je snel en veel af. Ik ga nu eten. Daarna ga ik even lekker met de hond wandelen. En dan ga je natuurlijk ook even mee. En ik zou zeggen, ik wens jullie smakelijk eten, maar wens je mij ook smakelijk eten. Eventjes. Ik ga beginnen. Zo, daar zijn we dan. Ik loop eventjes heerlijk. Ja, daar staat het hondje. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Na het eten en dan even lekker zo eventjes door het land heen te struinen. Het is fantastisch. Kom Duk, we gaan verder lopen, kom. Zo, en dan luistert ook nog. Zo, en dan loop ik hier zo. Elke morgen loop ik 1 kilometer of 5 hier door het land. Dit is achter mijn huis. Peeskes Bos heet het hier. En dit is het Peeskes Land. Dit is wel heel, heel, heel erg mooi. Maar ja, goed, degene die mij al vaker gevolgd hebben, die hebben dit al vaker gezien. Zo, dus we hebben lekker gekookt, dat heb je even gezien. Ik ben dus nu even lekker met de hond wandelen. Daarna ga ik even verder werken. Wat heb ik vandaag allemaal gedaan? Ik heb vandaag een kantoordag gehad. Ik ben vanochtend om 6 uur opgestaan. Vanochtend lekker gelopen natuurlijk. Lekker ontbijt gemaakt. Daarna heb ik de hele dag op kantoor gezeten. Rekeningen betaald. Ook altijd hartstikke leuk. Rekeningen gemaakt. Ja, dat is echt hartstikke leuk. Even getelefoneerd met Jan, Piet en Klaas. Ik had wat aanvragen voor seminars en voor wat gebeurtenissen. Dus daar moest ik even antwoord op geven. Daarna heb ik even lunch gemaakt. Wat heb ik gegeten vanmiddag? Ik heb alleen een aantal crackers gegeten met wat kaas erop. De hele dag alleen maar heet water gedronken, maar dat doe ik niet anders. Want ik heb net gelezen trouwens dat er in koffie zit ongeveer per kopje iets van 85 milligram cafeïne. En in thee zit er iets van 35 gram cafeïne in een kop zwarte thee. Dus het is eigenlijk ook beter om geen zwarte thee te drinken. Dus doe dan even lekker gewoon, daar komt hij aan. Lekker groene thee drinken, als je dat dan toch moet. Hey Duke, kom eens even lekker bij de baas. En zeg eens eventjes goeiedag tegen iedereen. Ja, ben je, kom eens even hier bij Duke. Kom eens even hier. Zeg eens, Duke, kom eens even hier. Zo, in mijn stem. Ja, ga je weg? Nou, hij gaat weg. Oké, nou, ik ga verder lopen. Ik heb nog 1 kilometer of 4 voor de boeg. Ik wens jullie een fijne avond. En misschien ga je op televisie kijken of de krant lezen. Maakt ook allemaal niet uit. Helemaal gezellig. En we zien elkaar snel. Oké, bye bye.